Wij zijn bij zwembad De Molenhaai in Schijndel bij Monique Versluis. Monique, goeiedag. Goeiedag. Ja, het is een bijzonder moment dat wij hier staan. Jullie hebben vanmiddag op coronaproefwijze een award gekregen, als ik het zo even mag noemen. Ja. En jullie zijn open gegaan. Ja, we hebben onze horeca geopend en daarnaast hebben we ook het certificaat gezonde sportkantine behaald. En we zijn blij verrast, want we hebben meteen het gouden. En dan om even, hè, want het is heel veel in de notendop. Die kantine die was gesloten in verband corona waarschijnlijk, maar daar is niet helemaal de reden dat jullie vandaag een feestje hadden. Nee, want we hebben de horeca in eigen beheer gekregen en we hebben een grote verbouwing achter de rug van een aantal maanden. En vandaag was het tijdstip daar om te openen. Ja, want dan gaan we even een klein stukje terug in de geschiedenis. Vroeger zat Fitland hier, nou, hè, dat is overgenomen, dat zullen de meeste mensen denk ik wel weten. Ja. En toen, want er zat hier eigenlijk altijd al een horeca. Ja, en Basic Fit nam alle sportscholen over. En Basic Fit geeft alleen Basic Fit trainingen en exporteert geen horeca. Dus gaf de horeca weer terug in eigen beheer. En heeft de gemeente gezegd van, wij gaan het zelf doen. Ja, want het zwembad is van de gemeente. Ja. Hè? Aan de andere kant zit Basic Fit, dan zitten hier ook nog een heleboel sportclubs. Ja. Hoe wordt erop gereageerd? Heel positief. Voor de klant is het hartstikke fijn dat dadelijk een horeca weer gewoon open is. Als ze hebben gezwommen, dat ze een kopje koffie kunnen drinken. Voor de kinderen die op zwemles zitten, maar ook voor de sportvereniging. En hoe lang kon dat niet, dat kopje koffie en dat frietje? We zijn een tijd natuurlijk dicht geweest met corona. En daarvoor was het beperkt open. Ja. Kunnen we wat meer open zijn, omdat we het kunnen combineren met onze baliewerkzaamheden. Ja, en nu gaan we het over, hè, het gezonde sportkantine. Jullie hebben goud gekregen. Nou, dan denk ik, dat moet alleen maar komkommer en sla en tomaat zijn. Ja, maar dat is toch niet helemaal waar. In een gezonde sportkantine moet 60% van de keuze die je hebt, moet een gezonde keuze zijn. Dus je kunt hier ook gewoon een bitterballetje krijgen en een frietje tijdens het disco zwemmen. Je kunt een lekker snoepzakje hier kopen, maar daarnaast heb je ook de keuze om een gezonde snack of een gezond hapje te nuttigen. Hapje te nemen. Ja. Kijk, ja. En ik zie het bijvoorbeeld al meteen toen ik binnenkwam, hè, daar staat een kan met ja, munt en citroenwater. Ja. Zijn dat dan een van die dingen die je punten scoort voor een gezonde sportkantine? Ja, daar scoor je zeker punten mee. Wij bieden altijd water aan, dus de mensen kunnen hier hun bidonnetje vullen of een glaasje water drinken. We bieden fruit en groente aan als alternatief voor gezonde snack. We hebben naast een zakje chips ook een zakje popcorn. Maar die popcorn, ja, dat zou ik dan weer niet verwachten. Ja. Ja, want wat maakt die popcorn dan gezond? Is die dan zout of zoet? Minder vetten in zitten, minder calorieën en dus voor de kinderen en voor de volwassenen een gezondere keuze. Is het dan moeilijk om van Team Fit zo'n award te krijgen? Ja, ze zijn wel streng. Op wat voor punten? Dat je moet doen aan een aantal richtlijnen die zij hebben voorgeschreven. En het gaat ook uit vanuit het voedingscentrum. Dus het voedingscentrum gaat daar ook een oordeel over geven. Team Fit ondersteunt de kantines die een gezonde sportkantine willen worden. En dat wordt bij het voedingscentrum, uiteindelijk wordt daar de aanvraag ingediend. Ja, want jullie zijn nu goud. Ook meteen de eerste gouden van de gemeente Meijer-IJsseland. Ja. Een voorbeeld voor de rest? Ik hoop het wel. Dat is in ieder geval wel hetgeen wat we uit willen gaan stralen. En jullie hebben het vandaag gevierd. Hoe ging dat op coronaproefwijze? We hebben het niet echt gevierd. We hebben In ieder geval in ontvangst genomen. Waarschijnlijk wel een beetje op een andere manier. Ja, op een later tijdstip, als het allemaal weer mogelijk is, zullen we hier best nog wel een keer het glas opheffen. Op een gezonde manier met een fruitzampje? Kan, maar dat kan ook met een glaasje alcoholvrij bier. Hè? Ja. Want ook dat kun je als alternatief hebben voor een bier. Ja, met alcohol. Dan is het natuurlijk ook alweer een stukje gezonder. Ja. Ah, maar mooi. Ik kom graag een keer een komkommertje of een fruitsapje nuttigen om het eerst een keer de lijve te ondervinden. Is er nog veel werk qua gezonde sportkantines in Meijer-IJsseland?
wij zijn de eerste en we hopen dat, dat er heel veel zullen volgen. En dat, dat we kunnen laten zien dat je echt niet alleen maar water en komkommers verkoopt in de bijzondere sportkantine. Maar dat je met wat kleine aanpassingen al heel ver kunt komen. En je het assortiment een klein beetje uit kunt breiden. Als er nu sportkantines in Meijerijstad zitten te kijken en die denken van goh, wij moeten daar ook iets mee. Kunnen ze dan bij jou om advies komen vragen? Ja, en maar ook bij onze verenigingenadviseur Lieke Reinders. Die, en waar moeten ze zijn? Een e-mailadres? Want dan zetten we die onder in beeld. LiekeReinders@meijerijstad.nl en willen ze een keer een kijkje komen nemen, kunnen ze altijd hier binnenlopen in zwembad de Molenhei. Nou, ik zou zeggen, ik kom kijken, zo gauw het weer kan. Dankjewel voor jullie tijd. Dankjewel.